Lekkere saprecepten ter preventie en behandeling van bloedarmoede. Er zijn verschillende oorzaken van bloedarmoede, ook wel bekend als anemie. Eigenlijk zijn er te veel om allemaal op te noemen. De meest bekende en voorkomende is een natuurlijk ijzertekort in het lichaam. Dit tekort kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben en komt vaker voor bij vrouwen, voornamelijk tijdens periodes van hevige menstruatie, maar ook ten gevolge van belangrijke tekorten in het dagelijks dieet. In dit artikel vind je een aantal makkelijk te bereiden saprecepten, die helpen bloedarmoede tegen te gaan en ondersteuning geven tijdens de behandeling ervan. Opname van ijzer is van essentieel belang voor ons lichaam. Het zorgt voor de aanmaak van hemoglobine, een eiwit verantwoordelijk voor de rode kleur van ons bloed en het transport van zuurstof vanuit de longen naar elke cel van ons lichaam. Dit proces verloopt niet goed bij mensen met anemie en uit zich via de welbekende symptomen als vermoeidheid, broze nagels en dof haar, bleekzien en hartkloppingen. We vonden een aantal heerlijke, gezonde en natuurlijke saprecepten, die bloedarmoede kunnen voorkomen en behandelen. Neem een kijkje hieronder. Sappen om bloedarmoede te voorkomen en behandelen. Rode biet is goed voor het bloed. Het bevat een uitstekende hoeveelheid ijzer, essentieel om bloedarmoede te voorkomen en te behandelen. Het toevoegen van wortel bevordert de ijzeropname en vormt samen met biergist een uitstekende bondgenoot in de strijd tegen ijzertekort. Ingrediënten. Een rode biet, 1 wortel, 2 eetlepels biergist, 1 glas waterbereiding. Snijd de rode biet en wortel in stukjes. Mix deze samen met het water in de blender. Meng biergist er doorheen tot het een mooi homogeen mengsel is en drink het bij voorkeur voor het ontbijt. Peterseliesap opgelet, dit sapje is vrij sterk van smaak, maar een uitstekende remedie tegen bloedarmoede. Peterselie bevat een grote hoeveelheid ijzer en de combinatie met citroensap verhoogt de opname ervan in ons lichaam. Drink deze uitstekende bron van ijzer voor je hoofdmaaltijd voor een optimaal effect. Ingrediënten: 1 handje peterselie, 1 citroen, 1 glas waterbereiding. Start steeds met het zorgvuldig reinigen van je ingrediënten. Snij vervolgens de peterselie in kleine stukjes en meng samen met het glas water in de blender. Pers de citroen en voeg toe zodra het mengsel klaar is. Dit sapje is vrij sterk van smaak, maar zie het als een natuurlijk en doeltreffend medicijn tegen bloedarmoede en onthoud dat het ijzer uit de peterselie veel beter opgenomen wordt door je ingewanden door het toevoegen van citroensap. Spinazie, bessen en rode bietensap. Dit zeer voedzame sapje levert een ongelooflijke hoeveelheid ijzer. We voegen een aantal groenten toe, die ook andere onontbeerlijke mineralen bevatten voor ons lichaam, spinazie, rode bessen en rode biet. Een heerlijk, voedzaam drankje dat het beste wordt gedronken voor de hoofdmaaltijd. Een perfecte aanvulling op je dagelijkse dieet en een ideale behandeling tegen bloedarmoede. Ingrediënten: 1 handvol rode bessen, 3 kleine radijzen, 1 rode biet, 2 handjes spinazie, 1 glas water, 1 halve eetlepel biergist. Bereiding: reinig zorgvuldig al je ingrediënten. Mix de bessen,
radijzen, spinazie en de in kleine stukjes gesneden rode biet in de blender. Samen met het glas water wordt het een mooi homogeen mengsel. Het sapje krijgt de typisch mooie bietenkleur. Voeg vervolgens het biergist toe. Vult ons dagelijks dieet perfect aan om ijzeropname te verhogen. Drink traag, geniet en drink de sapjes vers na bereiding om een maximale opname van de voedingsstoffen te bevorderen en het onontbeerlijke ijzergehalte in ons lichaam te verhogen. IJzer is essentieel om bloedarmoede te voorkomen en te behandelen. Zet je lievelingssapje vanaf nu op je dagelijks menu.